We zijn in Solwaster, de Ardennen. Dag Akira. Dag Weet. Jammer dat je er niet bij bent. Helaas. En vanuit de Ardennen, een zonnige groet. En een kus op je snoet. Ja. Kom. Het is lente. We hebben rotsen. En we hebben thee met een baard natuurlijk voor de kijkers thuis. We zijn zo bij je terug. Dan heb je zeker de moed. Wat is dat schuimend water? Urine van een yeti. Nee. Dat zijn saponinen. Wat? Saponinen. Dat is zeker het beste. Verder gedeeld wordt weggeduwd, dat is zo'n verbaasd. Links het stromende water, rechts het vloot. Wat komt dit? Moet je nou wat fluiten? Oh. Smakelijk. Dankjewel, Kiki. Lekker. Want hier zijn geen vissen. Filmen, niet filmen. Ik heb een bosgasme. Een bosgasme? Ik heb een orgasme. Okay. Heerlijk, maar lekker weertje. Vet, hè? Riviertje de Save. Typische Ardennen trapjes. Ja, hier is het vlucht. Welk dier loopt hier niet op? Zwijnen? Een marter en een lert. Dan gooi je er gewoon omheen. Ja. Eén met de natuur. Moeder. Hallo. Dag moeder. Hi. En hoe gaat ie? Goed. Oh, gelukkig. Goed spijt om, maar ja. Nou, spijt om, maar ja. Zegt u, weet het helemaal goed. Dat klopt. Maar ja, ik zie je binnenkort alweer, dus ja? Ja, dat zal ik doen. Oké. Okay. Ik schakel even van de pal, hè. Alles. Kumpel. Ja, is goed. Hier is pal in de telefoon. Hoi. Goed zo, dan. Doei. Hallo. Jou. Ik mag niet klagen. Ik had gehoord, u had wat... Ik heb jou zo lang niet meer gezien. Dat klopt. Nou zeg. Dat klopt. Je bent misschien wel een beetje groter geworden en zo, of niet? Nou, breder. Laat het zo houden. Hij is gespierder geworden. Wat een uitvinding, het, hé. Heb je gewoon midden in de Ardennen heb je gewoon mijn moeder uit Utrecht in de telefoon. Ja. Was vroeger ook ondenkbaar. Vroeger was je gewoon weg. Dan was je blij weg. Dat ze je niet belde, joh. Het begon met nou, andersom, maar. Het begon met piepertjes. Ja. Tegen de kastelein zei je, wie er ook belt, ik ben er gewoon niet. Ja, precies. Anders deed de kastelein pijn erna. Precies. Dan was je er gewoon niet. Ik ben er niet. Ja, maar nou zijn we altijd bereikbaar. Altijd krijgen we pingetjes en pongetjes. Hey, er zijn zelfs mensen verslaafd aan de smartphone, weet je dat? Ja, yep. Hoezo? Ja, die kunnen zonder telefoon niet meer ademhalen en zo. Ja, dat zijn er een heleboel. Die krijgen uitval van de sluitspier. Je moet eens kijken als hun telefoon kapot is. Ja, dat bedoel ik. Dat ze helemaal aan aarde bewegen, om alle minuut toch nog die... Ja. Ze voelen zich in één keer afgesloten van iedereen. Ja, klopt. Hey, maf, idioot. Ja? Ja, maar wij zijn nog een beetje antiek, hè? Nee, het gaat niet om... Ja, het gaat niet om antiek. Maar... Iedereen... Hoe had je gesprek met iemand, zat je naast hem, kom je in de ogen aankijken. Ja, het is de generatie van verslaving. Dat klopt. Die vent kan toch niet bij je bij. Dat klopt. Het is de generatie van verslaving. Ja. En, je doet, en als je meedoet met die generatie, ja, dan werk je dus gewoon mee met
waar ze nou mee zitten. Oké, we zitten op een tweesplitsing. We gaan ook kijken hoe de eikel valt. Moet je omhoog gooien, ja. Ja, oké, komt-ie, ja. Hou je de eikel in de gaten? Ja, ja. Wel een goede pak, hè? Ik kan hem in de gaten. Ja. Ja, moeten we daarheen? Dan gaat die kant op. Hey, deze is er. Terug. Dit is lentepauze. Kijk eens, we zijn 76 kilometer vanaf Stijn of Geleen. Het plaatsje heet Solwaster. De Ardennen. Ja, het was weer een mooie, enerverende wandeling. We hebben rotsen gezien, mooi water, paella gegeten, maar een mooi stukje rivier, hè, Paul? Een oud Ardennenmuurtje. Hoe ging die? Kapot. Vond je hem? Super. Okay. Super. Ja, we hebben weer eens een keer twee druppeltjes. Ja, dat mag ook wel eens. Het is lente, het is zomer. Ze zeggen, één zwaar die maakt nog geen lente. Hè? Maar wel in de Ardennen. Kijk ze gaan, je hebt nog één. Welkom terug. Nou, we gaan eens een jupje pakken. Een frietje samurai saus, toch? Is het hier? Ja. Bonjour. Oh, nee. Had je een druk? Precies drie kruiden. Dat is echt zo'n baardje voor ons. Hi jongens. Proost, hè. Cheers. 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 Tot de einde. Hier zijn we dan. Wanneer ga je Neerlandia. Dat vond ik altijd onder die kelder. Maar ik blijf zitten en zweet. Ja, niemand ging komen bijna. Nou, de eerste 5 maanden is het hartstikke druk geweest. Maar toen waren die mensen klaar, dan was het te veel blukkers. Dat was alleen maar blukkers. En dat zweet ideeën. Ja, maar ook in de diligence op zondag. Aan het einde van de Rijkswijk. Dit cafeetje heet Ardennen. Het is hartstikke gezellig. Laat dat. Ik krijg er met niemand ruzie. Hartstikke rustig. Wat? En hij wordt gesponsord door. Ja. Oh, Jupiler. Daar hoort erbij. Geweldig. Jongens, gooi staan. Hoe ziet het? Van 2018. Aardmiddel. Oh, maar ik zit er best wel aan, man.